Nee, dat gaan we niet meer doen. Denk, Nee, waarom niet? dat voel ik niet. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Ik denk dat Klaar ook dat was. Dat album, die heeft niet voor niks die titel, daar zijn we geloof ik wel klaar mee. En wat je ook heel duidelijk hoort, vind ik, vind het niet zo'n doe maar album. Nee. Want je hoort, de scheiding der kudde. Ernst is een kant op gegaan, veel, zeg maar, kleiner en veel de Dylan kant, zeg maar, de Bart met de gitaar kant op. En ik ben vooral daarop klaar, nog volop bezig met rappers en gebeuk en samples. En, dus daarvan, ik vond dat niet een doe-maar-plaat, dat vond ik een plaat van twee componisten die elkaar aardig vinden. En die samen nog een plaat hebben gemaakt. Maar het was niet echt het bandje van vroeger meer. En is dit alles? Weet je, het is zo van die tijd. De echte Doe Maar sound, dat was toen. En ik denk dat alles wat je dan doet om dat terug te halen, wordt pathetisch. Ja. Ik denk dat we dat niet moeten doen.